moeten gaan. Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, en nu? Wat hebben jullie uit te leggen? Ik weet het niet, maar het concept staat me wel aan. Ja, het concept staat... Ik merk het! jeetje. Ik denk als ik aan jou ga vragen wat voor dier je zou willen zijn, dan wordt het een... Ja. Een heel klein konijntje, denk ik. Een klein konijntje, denk ik. Ja. Hey, met wie heb ik het genoegen? Met wie lig ik hier in bed? Met Prins Boot de Eerste, Banaan de Zevende van het Bananenrijk. Pardon? Prins Boot? Prins Boot de Eerste, Banaan de Zevende. Oké, nou die banaan, daar snap ik. Ja, dat snap ik. En de boot? De boot. Mijn naam is Brian Boot. Oké. In het normale leven. Ja. Dus dan is de link met Prins Boot. Dat is vrij logisch, hoor. Oh, oké. Nou, is toch een bijnaam? Dit snap ik. Draai even met me mee. Kom, draai even lekker met me mee. Gezellig. En wat zie ik hier aan de linkerkant voor iets prachtigs? Ja, dit is Prins Knillis. Prins Knillis. De eerste. Ook al de eerste. De eerste, hoor. Het is gewoon de eerste ook, hè? Ja? Uit Erperooisland. Erperooisland. Jeetje, dat is nog een hier vandaan. Dat is ver, hè? Ja. We hebben een hele lange busrit achter de rug. Ja. En dus we moesten vanochtend wel even dekkertje zetten. Jeetje, was het zo heftig gisteravond? Nou. Ja, bij mij namelijk wel. Toch weer hè? Ja, bij mij was het wel een heftig avond. Ja, anders was je hier nooit terecht gekomen. Ik weet ook niet dat ik thuis ben gekomen. Hebben jullie wel eens een moment dat je denkt, ik ben een stukje kwijt? Meer dan genoeg. Ja? Wat is de ergste keer dat je achteraf terug te horen krijgt van, heb je het echt gedaan? Ja, hoe lang duurt de uitzending? We hebben de tijd. We hebben de tijd. Ja, hoor. Nou, ik... Wacht, ik draai maar eens even om, hoor. Dan moet ik heel even kijken welk verhaal ik ga vertellen. Ja. Ja, ik zal het een klein beetje voorzichtig houden. Een klein beetje de gekuiste versie. Maar ik heb een keer zo veel gedronken. Niet bij carnaval en niet als prins. Maar dat ik inderdaad thuis kwam. Zonder fiets. Ja. En dat ik gewoon een week lang mijn fiets kwijt was. Niet wist waar ik die moest vinden. Nee. Maar natuurlijk wel gewoon naar het werk moest. Ja. En problemen. En wie heeft dan jouw fiets nog kunnen regelen? Je weet het dikwijls niet waar je die weggezet hebt. En een week later kwam ik hem tegen, ergens in de straat van Mooijzundert. Dus, op een heel mooi plekje. Op een heel mooi plekje. Hoe we daar gekomen was, ik zou het niet weten. Maar... Oké. Ja. Hey, en jij, heb jij nog een keer iets dat je denkt, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat ik thuis ben gekomen? Nee, nooit. Ik heb altijd alles onder controle. Ja, al wat fijn. Dit is eigenlijk wel het meest waanzinnige wat me ooit is overkomen. Ongekend, ja, hè? Ja. Ja, ik vind dat ook niet prinselijk. Nee, alles onder controle. Maar ik vind het wel heel fijn om met de prins in bed te liggen. Ja, dat snap ik. Ja, ik hou er wel van, ja. Ja. Hey, hebben jullie, want jullie zien er natuurlijk prachtig uit. Ik sta er eigenlijk van te kijken dat jullie zo wakker worden. Ja. heb jij zelf een kledingstuk waarvan je denkt, nou, daar kan ik eigenlijk geen afstand van doen? Ja, mijn veren. Jouw veren? Ja. Een beetje haat-liefde verhouding. Ja? Toch wel. Vertel. Nou, ze willen wel eens verdwijnen. Je veren? Ik wil ze wel eens kwijtraken. Oh nee. Eigenlijk heel regelmatig zelfs. Maar vorig jaar toen ging het echt helemaal mis. Ja? Want ik heb ze natuurlijk netjes op dinsdagavond mijn veren even, afgezet. Wacht even, wat raak ik nou? Nee, dat ben ik jij. Nee. Ik zou niet durven. Nee. Ik zou niet durven. Er komt hier een lucht uit die teken. Nee. Jongen. Weet je wat we doen? We houden erover op. We gaan aan tafel. Ja. Lijkt me ook beter. Ja, het is carnavalsdinsdag en het is tijd voor Ben de Wakker. Hoe ben jij wakker geworden vanmorgen?
Nou, in een hele lekkere lucht ben ik vanmorgen wakker geworden. Ik ruik het. Ja, ik zit nog in mijn kleren. Hey, we zitten vandaag niet alleen aan tafel. Het is de ontbijttafel van Baronie TV. Natuurlijk, de erpenhooiers zijn vandaag en de bananenblussers. Zeg, hoe gaat het carnaval in het bananenrijk? Of bananenblussers, hoe moet ik het zeggen? Het bananenblussersrijk. Ja, inderdaad zo. Bananenblussersrijk. Ja. Het gaat goed. Ja, dat is goed. Heel goed zelfs. Vertel. Ja, wij zijn vrijdag officieel van start gegaan. Vrijdagochtend. Ja. Alle basisscholen gehad. De bejaardenhuizen. Zaterdag hadden we onze optocht, ja. Wat gelukkig doorging. Zondag zijn wij een dagje naar Prinsenbeek gegaan. Dat is traditioneel, daar ging de optocht helaas niet door. Maar hebben wij met de bananenblussers wel een klein feestje gevierd, samen met de Boemeldonkers. Jullie hebben daar een hele mooie constructie voor, hè? Ja, dat is prachtig. Wij hebben natuurlijk het Bloemencorso in Zundert, ja. Wat ons grootste evenement is. En Prinsenbeek, Boemeldonk, levert altijd een kleine 20, 30-tal verkeersregelaars aan Zundert. En wij doen dat wederzijds. Dus ja. Wij van Zundert leveren dan onze verkeersregelaars met carnaval. Dus een eigen soort heitje voor kawijtje, zeg maar. Ja, 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 even, om het goed te verwoorden. Voor wat hoort, wacht. Ja, hoeveelste jaar ben jij, Prins, nu? Dit is het derde jaar. Het derde jaar. Ja. Is dat ook tevens je laatste jaar? Want of is dat echt 3 jaar en dan moet iemand anders? Of mag je zo lang mogelijk? Ik mag zo lang mogelijk als Prins in Zundert rondlopen als ik wil. Maar ja. ik ben er nog niet aan uit of dit mijn laatste jaar wordt of dat ik nog een jaar dus nog in twijfel. Hé, wat leuk is, je vertelde net Corso, hè? Dat is echt, in Zundert leeft het Corso heel erg. Ja. Maar je bent ook ontwerper van wagens. Ja, ook. Maar waar? Ja, oh, dat is spannend. Ja, wow. Dat wil je gewoon alles gelijk weten. En dat willen we natuurlijk allemaal weten. Ik ben ontwerper in het Apenland, bij Boodschap Rijzenberg. Ja. En ja, dat. En dat is hartstikke leuk. Nou, ja, kom maar, ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Hey, aan de andere kant hebben we Prins Knillers zitten van de Erpenhooiers. Goedemorgen. Klopt. En een beetje lekker geslapen? Ik heb geweldig geslapen. Ja. Je ziet er ook goed uit voor de dinsdag. Ja. Dankjewel. Ja, dat is een complimentje. Je mag als een complimentje geven, toch? Ja. Hey, je bent voor de 8e jaar met de prins. Ja. En ook wel de langslopende prins bij jullie, hè? Ja. Nou, ik wil wel even een tip geven nog. Oh. Ik ben al een keer gestopt. Oh. Na 3 jaar. 3 jaar is een mooie termijn. Dus dat kan gewoon. Je kan gewoon stoppen en dan krijg je allemaal afscheidscadeaus en zo. En dan kun je op je avond zelf zeggen, ik ga toch door. Slim, goede tip. Dat is het truc. Ja. Toch wel een hele slimme prins hier aan tafel. Ja. Hey, en wat leuk is, eigenlijk zijn achtergrond. Je bent eigenlijk echt een geboren Fries. Ik ben een Fries, ja. Hoe komt je in Brabant terecht? Ja, dat is een lang verhaal. Het bus. Dat is een lang verhaal, maar begin 20 heb ik Friesland verlaten. Ja. Heb her en der gewoond en eigenlijk via mijn werk ooit hier in Brabant terecht te komen. En integratiecursus met goed gevolg. Ja, was die heftig? Nou, toch wel. Wat is nou hetgene wat je daar dan het meest van hebt opgestoken? Van die integratiecursus? Ja, die enorme lange cursus. Ja, dat je zeg maar altijd eerst een broodje ei moet eten voordat je aan het bier begint. Nou kijk, en dat gebeurt, hè? Nou, hij is aardig gebezigd. Maar nou weet ik waar die lucht onder de dekens vandaan komt. Hey, jullie hebben een krantje in Erpelhoorsland, dat heet de Erpel. Ja. Vertel, wat staat er allemaal in dat krantje? Volgens mij hebben we er wel eentje bij, of niet? Het is opvallend stil. Ja. Och, kijk, eentje, een hele stapel. Eentje. Ja, wat staat daar allemaal in? Er staat natuurlijk in het programma. Ja. Ja, maar er staan vooral ook een hele hoop leutige dingen in. Stukjes natuurlijk van deelnemers, van een optocht. Ja. Even kijken hoor. Ja, kijk maar even. Ja. Een horoscoop staat erin. Wat zegt jouw horoscoop vandaag? Ik zal eens even kijken. Kijk eens even wat jouw horoscoop voor vandaag is. Oh, die brengt mij heel wat moois. Maar ja? Dat denk ik wel. Dat hoop je. Dat denk ik wel. Het mooiste heb je vanmorgen al gehad, toch? Is dat zo? Nou ja, luister, je dacht maar 2 prinsen in bed. Oh, dat, ja. Nee, daar doe ik het allemaal voor, hoor. Ja. Hey, de naam Erpelhooiers, waar komt dat eigenlijk vandaan? Want dat vraag ik me dan wel eens af. Ik zeg, het is het eerste jaar dat we elkaar zien, dus... Ja. We hebben nog veel te leren. Veel te leren. Veel te leren. Ja. Nou ja, goed. Wij zitten een beetje op de grens van klei en zand. En ik denk dat historisch gezien daar heel veel aardappelen zijn verbouwd. En 55 jaar geleden, denk ik... Ongeveer, toen zijn de Erpelhooiers ontstaan. Ja. Ja, dan moet er natuurlijk een beetje een leutige naam bedacht worden. En zo zal het gegaan zijn, denk ik. Maar ik was er niet bij. Lang geleden. Ik zou de annalen in moeten duiken om de exacte historie te achterhalen. In de wat? De annalen.
Ja, laat maar. Ja. Nou, dan zal ik jou vertellen, ben ik vanmorgen al ingedoken. Nou, net. Goed, hebben we er nog. Dat snap je toch? Hey, en jullie komt een krantje, hè? Bananenblad. Bananenblad, ja. En vertel, hoe is dat krantje tot stand gekomen of wie maakt dat bij jullie? Bananenblad, wij hebben een redactie die altijd hele leuke stukjes schrijft over inderdaad groepen die met de optocht meedoen. Ja. Over bijvoorbeeld, dit keer staat er een leuk artikel in. Wij hebben een nieuwe markt in Zundert. Ja. Van ja, waarom? Waarom is daar het hoofd van Vincent van Gogh in bestraat? Waarom niet gewoon ons logo of mijn gezicht of het prachtige gezicht van onze politie? Nou ja, prachtig. Hij is mooi, hij is mooi. Maar die van die boer, vind ik ook mooi. Maar die komt mij bekend voor, dat gezichtje van de boer. Oh god. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, volgens mij loopt er hier iemand rond die jij goed kent. Ja, dat wel. Ja. Ja, wie kende jij goed dan? Kom even deze kant op dan. Ja, lekker met de bal, huppakee. Ja, kom. Want jij wordt goed verzorgd, geloof ik. Ja. En door wie word jij verzorgd? Ja, pak even een microfoontje erbij, hoor. Mensen thuis, hè. Nou. Volgens mij. Ah, jullie ma, die staat al lekker met de balkjes. Ja. Jullie ma, die loopt elke dag met de ballen rond hier. Nou ja. Ons pa zit ook te kijken, hè. Dus, doe even de groetjes hier. Houdewee. Houdewee. Tot morgen, denkt hij. Hey, helemaal top. Hey, je hebt een speciale gast meegenomen voor ons. Ja. Vertel. Nou, speciaal, hij is er al heel de week bij. Maar dat maakt hem niet minder speciaal. Wij hebben sinds dit jaar een nieuwe nar, net zoals wij een nieuwe politie hebben. Maar deze nar, die kan heel veel kunstjes. Oh, oké, daar zijn wij nu heel erg benieuwd naar. Dus daarom dacht ik van, ik zet hem naast me aan tafel. Hij is echt goed. Stel wij eens even voor, dan wil ik wel even weten wie er bent. Hallo. Hallo. Ik ben Nar Vincenzo. Vincenzo? Hey, dat en ziek. Ik kan een trucje. Nou, laat het trucje zien. Ja, het is natuurlijk ontbijt. Ja. Dus ik heb honger. Dus Ja, dat is lekker, hoor. Hoe komt dat er weer uit? Ja. Via het aanhalen, denk ik, wat je zei. Ja, als confetti. Als confetti. Confetti kagon. Zit hij dan in... Maak ik een tromgroffel? Die hebben nou echt. Oh. Oh. Heimelijk. Zo, ja. Ik wil nog wel meer zien. Ja, heb je meer ik trucjes? Ik wil nog wel meer zien. Ja. Ja, nee, de meer. Hey, Prins Kneels, je hebt natuurlijk ook een speciale gast meegenomen voor ons. Ja, maar die zit hier nog niet. Rob, waar ben je? Rob. Kijk, er komt Rob aan. Ja, want Rob, kijk, zo'n krant is leuk. Ja. En het ziet er prachtig uit. Maar het is gewoon wel gigantisch veel werk. Ja. Niet alleen om inhoud zeg maar, te verzamelen, hè, mensen enthousiast te maken om dingen te schrijven en te maken. Maar wat denk je ervan om dit grafisch allemaal in elkaar te zetten? Want hoe lang ben je daarmee bezig, Rob? Nou, ik gokte wel een uurtje of 80, denk ik, in totaal. Serieus? Ja. Wow. Ja. En dan begin je al vanaf voor 11 van de 11e? Of? Nou, zo'n beetje na 11 van de 11e dan... druppelen de advertenties binnen van de adverteerders. We zijn best kritisch naar adverteerders toe over de kwaliteit van de advertenties. Ook. Mm-hmm. Dus ook dank daarvoor altijd dat het in goede kwaliteit wordt aangeleverd. En dan is het plaatsen van de advertenties en kijken of alles een beetje bij elkaar past natuurlijk. Mm-hmm. Dat het niet alleen maar zomaar domweg plaatsen is. En hoe lang maak je al de Nerpel dan? Is het pas tweede jaar. Tweede jaar pas? Wie deed het daarvoor altijd? Iemand anders dan, denk ik? Ja, er zijn altijd zeg maar mensen van de stichting geweest die Nerpel in elkaar hebben gedraaid. Ja. Dus altijd een enorme... Ja, veel werk. Heel veel werk. Ja. Hey, en zo'n voorwoordje, wordt die dan echt door de prins zelf geschreven? Ja, er zit een voorwoord in van de prins, er zit een voorwoord in van de voorzitter. De burgemeester die schrijft een stuk erin. Ja. Ja, ja. Er staan, het is echt, als je een tijdje, een uurtje over hebt, dan... zou je dus een keer doorheen moeten bladeren. Nou, dat gaan we morgen. Ga ik morgen doen. Morgen. Dat is heel maar goed. Nou moeten we nog een beetje genieten van de carnaval. Ja, dat is ook. Ja. Hey, jullie naam die komt wel van een bijzondere afkomst. Het is een afkomst, betekenis heeft die. Want het is niet altijd de bananenblussers geweest. Nee, dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Wij waren altijd de maanblussers. Ja. En de maanblussers, dat komt van het verhaal dat ze vroeger dachten ze op een gegeven moment dat de kerk in brand stond. Oh. De kerk was een hele grote rode gloed omheen. Dus alles en iedereen van Zundert ging naar de kerk om het te blussen. Ja. Het geval was
dat het alleen een hele grote rode volle maan was. Waardoor het net leek met de gloed dat de kerk in brand stond. Ja. Dus daar komen eigenlijk de maanblussers vandaan. Omdat ze geprobeerd hebben de maan te gaan blussen. Ja. Begin jaren 90 is het carnaval in Zunder. De maanblussers is helaas ten ziele gegaan. Carnaval werd niet meer gevierd. En een kleine 20 jaar geleden dachten er een paar van... We gaan het weer opstarten, maar dan onder een andere naam. En dat zijn de banaanblussers geworden. De banaanblussers. Dus. Hey, maar even een vraag. Ik zei al, jullie hebben natuurlijk ook het Corso, jullie hebben carnaval. Ja. Leeft het allebei net zoveel of is Corso echt meer dan carnaval? Het Corso is in Zundert echt wel meer een carnaval. Maar ik moet wel zeggen dat het carnaval in Zundert elk jaar wel groter wordt. Ja. Cafés zijn voller, behalen te huizen. Geen stoeltje meer vrij. Nee. Het wordt met het jaar echt gewoon groter en leuker. En dat vind ik heel erg leuk om te zien. En heel erg mooi. Nou, goed dat dat levert natuurlijk in het bananenblussersrijk. We hebben aan jullie als prins dit jaar heel veel gevraagd. Jullie moesten iets meenemen. Maar ook de zotte reden mochten jullie voor ons gaan doen. Dus we gaan eerst naar de zotte reden van de Erpelrooiers. Nou, Prins Knils, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan is camera 4 is voor jou. Succes. Op veilige afstand van de baronie, wel zo'n 10.000 stappen gaans, daar ligt op de grens van zand en klaai, ingeklemd tussen traaien en de maai, je kunt het misschien wel raaien onderhand, ons wonderschone Erpelrooiersland. Erpelrooiers, erpelrooierinnekes en krielekes huizen daar en weten wat er gebeurt elk jaar. Een stuk of wat van die boerenpummels ruilen de pet voor hun steek en hebben de grootste pret voor een kleine week. En als je ze vraagt om een stukje zotte tekst, een beetje leutig dus, dan krijgen de volgende onzin in uw mailbus. Erepel is aardappel is solanum tuberosum, behoort tot de nachtschadefamilie, net als de tomaat, paprika en tabak. Het is een plant die ondergronds een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Erpel is ook een dorp in Duitsland. Als we gaan weer feesten, voetjes van de vloer. Het kieltje aan, want een erpelrooier is een boer. Met z'n allen dansend in een lange rij. Op dit dorp moet je trots zijn, dat maakt ons blij. Vroeger werden aardappelen handmatig gerooid. Een enorme klus voor het totale gezin. Ook de kinderen hielpen mee. Om leerachterstand te voorkomen, hebben ze toen de herfstvakantie in het leven geroepen. Dankzij de erpelrooiers hebben de kinderen nu nog steeds ieder jaar herfstvakantie. De prins van Wagenberg lag met reuzenhonger in de salon. Hij had al een bal gehakt op uit de friteuze. Hij pakte de telefoon en belde voor een kapsalon. Maar belandde bij kapster Frida onder de tondeuze. In bier zitten vrouwelijke hormonen. Hoe meer je drinkt, hoe meer je praat en hoe slechter je gaat rijden. Hou even. Daar zit een kern van waar. Is het toeval... Wie heeft dit geschreven? Staat er ergens in het script dat jij mij mag onderbreken? Ja, inderdaad. Is het toeval dat er 24 uur in een dag zitten en 24 flesjes in een krat? Ik mag van de dokter maar 1 biertje per dag. Nu heb ik 6 dokters. Maria begon nu wel erg moe te worden en Jozef vroeg of zij ook eens op de ezel wou zitten. Een erpel is eigenlijk maar goed voor 2 dingen. Een erpelsapke en friet. Hebben jij uw feestneus al gevonden? De mijne ligt al weken klaar. Spreken we af of zie ik je daar? Motto Kielegat is draai het dus om. Dat hebben wij dit jaar ook gedaan. Vandaar de lege jute zak en lege erpelsap. Volgend jaar zal het weer anders zijn in verband met het 55-jarig jubileum in Erpelrooiersland. Alcohol lost geen problemen op, dames en heren. Maar ja, melk ook niet. Nee. Stop wat confetti in je reet, dan is het feest bij iedere scheet. Yeah! Yeah! Alsof ik het best gewoon, heel toevallig. Wij hebben allemaal gekleurde erpels in ons midden. Erpels die zitten in hun zak. Die erpels die zaaiden niet, deze erpels die rooiden. En deze erpelrooiers die zaaien plezier in ons durpje. Daarom staan we er gekleurd op. En nou ga ik mijn erpels afgieten. Yeah. Bam, 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 bam. Ja.
Moeten we even oefenen, maar dat lukt wel even, toch? Ja, dadelijk. Zij is ingespeeld. Hey, let op. Papam. Hey! Hey! Hey. Ja, jullie zijn wel de beste van vandaag. Ah. Ja, zijn de eerste. Hey, ik heb de kapelleke meegenomen. Ja. Het is natuurlijk aan jou de eer om ze aan te kondigen. Ja, dames en heren. Hier staat voor u opgesteld onze vermaarde Hofkapel de Leutband. Paniek geweest? Is er hier iemand een beetje paniek? Wat zeg je? Is dat jouw boekje? Oh, ik dacht, jij kan de noten niet meer lezen. Oh, je hebt een reserveboekje. Of dubbelboekje. Een dubbelboekje. Hé, hey, wat is jouw favoriete nummertje om te spelen? Speedy. Speedy. Ja. En hoe gaat hij? Ja, vlug, snel, lekker springen en dansen. Gewoon heel snel, heel snel. En ja, we hebben ook niet zo heel veel tijd, dus we gaan nog even terug naar tafel. Mitch, want er valt een hoop te bespreken, toch? Nou, Esther, wat een prachtig interview. Ja. Echt kort, maar krachtig. Ja, de zotte reden van Prins Knillers, dankjewel. Dat was echt een mooie reden. Oh ja, nu gaan we naar de bananenblussersrijk. Ben je er klaar voor jouw zotte reden? Ik ben er klaar voor. Ik heb hem bij. Heb je hem bij? Wie heeft hem geschreven eigenlijk voor je? Ikzelf.
Zelf? Heb ik zelf netjes geschreven. Nou, Dana, het is eigenlijk, dit is een beknopte versie uit een artikel van ons Bananenblad. En dit vond ik zo'n mooi artikel, ik dacht, dat moet ik via Baronie TV Nederland in helpen. Nou, dat gaan we doen. Het is tijd voor de zotte reden van de Bananenblussers. Nou, Prins Bolt. Dit verhaal komt van dokter bioloog Noor. Dat bananen gezond zijn, weten we allemaal. Maar hoe verzorg je zo'n plant? De verzorging van de bananenplant, oftewel de Moussa Cavendishi, moet als volgt het beste behandeld worden en vooral tijdens carnaval. Twee puntjes. Puntje 1, douchen met de plant. Ga door. Douchen met de plant. Een bananenplant staat snel droog en heeft daarom ook veel behoefte aan vocht. Hij moet regelmatig van water worden voorzien. En om hem te beschermen tegen droge, muffe lucht... droge, muffe lucht... is het belangrijk dat je de plant goed vochtig houdt. Dus een oproep aan iedereen thuis. Douche met de plant. Het volgende puntje. Baby's maken. Als je goed voor de plant zorgt, zal hij snel baby's maken. Hij zal zich vlot vermeerderen, waarbij jonge scheuten ontstaan onderaan de stam. Zet de plant voor het raam, want licht is goed voor hem. En iedereen kan zien dat je bananenfan bent. Dat was het. Dank jullie wel. Kijk eens. Hij zal me nog lang leven. Wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Ja? Mag ik straks een kopie van... want ik ga dat gelijk in praktijk brengen. Dat gaan we regelen. Ik hou van bananen. Ja? Nou, dat is nou het meeste wat je is bijgebleven. Ja, dat douchen. Het douchen met bananen. Hey, heb je nog tips toevallig voor Prins Boot voor een zotte reden? Tips voor een zotte reden? Ja. Hoezo? Hij doet het toch prima? Ja, hij doet het prima. Hij heeft geen tips nodig. Ik probeer gewoon even een punt aan te snijden als we wel gesprekstof hebben. Ik vond het een fantastische zotte reden. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. En andersom, is andersom nog iets wat je denkt van die zotte reden, dat ga ik echt meenemen. Daar ga ik echt iets mee doen. Ik vond jouw zotte reden, vond ik, de geschiedenis zat erin. En dat vind ik zo mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou kijk, maar met die plant is ook behoorlijk. Het spat van het scherm af. Heerlijk. Dat op het dinsdagochtend. Hey, Prins Kniel, schat nog iets meegenomen. Ja, maar ik kan al bijna niet meer zien wat het is. Zal ik eens kijken? Ja, laat maar eens even gebeuren. Dat is wel veranderd. Ze hebben de doos binnenste buiten gedaan. Ja, goed, hè. Hou hem maar gewoon naar beneden. Maar dames en heren, ik hoef niet te zeggen van welke bakker deze worstenbroodjes komen. Dat weten jullie allemaal al lang. Ja. Deze worstenbroodjes, dit zijn de beste worstenbroodjes van Brabant. Ja. Die komen gewoon uit Erpelrooisland. Dus wie bakt de beste Erpelrooisland, of de beste worstenbroodjes van Noord-Brabant. Nou, ik zou zeggen, google het even. Daar gaan we even googelen. Ja, en laat ze smaken. Dat komt goed. We gaan ze even laten zien. Kom maar. Ja? We gaan aan iedereen uitdelen. Nou, ik ga die drugs mee. Ja, ze zijn allergisch dit jaar, hè? Ja. Ze zijn helemaal allergisch. Ze zien er echt prachtig uit. Ja. En ook zoveel. Ja. Heerlijk. Maar ze komen wel op, denk ik. Dat weet ik wel. Ja. Ik hoor allemaal in mijn oor, ik wil. Maar dan hebben ze het wel over die worstenbroodjes. Ja. Ja. Nee, laat ze smaken. Hey, gaan we doen. Dankjewel. Knillers, even wat leuks, hè. De Raad van Elf komt steeds kleurrijker eruit te zien, hè? Ja. Het is ons motto, hè, dit jaar. We staan er gekleurd op. En ja, de Raad is inmiddels 8 jaar in dienst. Dus je doet hier en daar ook wel eens wat op. Dus ze zien er inderdaad steeds kleurrijker uit.
Ja, het de gezichtjes zijn ook nog best kleurrijk. Ja, het valt niet tegen, nee. Ja. Heb je het een beetje, heb je het een beetje zwaar gehad? Nee, het is eigenlijk goed gegaan dit jaar. We hebben het laat gemaakt, erg gezellig gehad. Ja. En dat houdt je gewoon op de been en dat houdt je fris en jong. Nou, dus, zo ziet het er ook uit. Nou, dankjewel. Ja. Jij ook. Ja, nou ja, ik heb wel even nodig, hoor. Nee, maar dat gaat goed. Nou, nou, goed zo, goed zo. Hey, in het ondertussen is volgens mij dadelijk weer een stukje muziek. Ja, tuurlijk, want bij de bananenblussers, ja, zal ik maar gewoon even met jou kletsen, nacht. Ja, gezellig. Ja. Misschien heeft hij weer een trucje. Je weet het niet. Nee, ik heb geen trucje meer. Hey, wat leuk is, jullie hebben ook natuurlijk, de prins die kan ook nog een stukje zingen. Is niet alleen wagens. Nou niet meer zeker, hè? Ja, de vraag is of hij nog stem heeft. Hey, vertel, hoe is het liedje tot stand gekomen? Want elk jaar doen jullie mee met onze barnavalsliedverkiezing. Jarenlang achter elkaar winnen jullie de eerste plek. Met de dubbel S zonder T natuurlijk. Wat zijn de verwachtingen van dit jaar? De verwachtingen van dit jaar? Ja, ze hebben een heel mooi nummer geschreven over ieder man zijn droom. Een mancave. Waar vrouwen niet zijn toegestaan. Hoe ziet jouw mancave eruit? Mijn mancave? Ja, allemaal fopneuzen en en serpentine. Ja. Dus ja. Hey, zullen we nog lekker naar een stukje muziek gaan? Ja, we gaan naar een stukje muziek luisteren. Hier is Keel en Boot in het mancave. Goedemorgen. Sorry. Ja, start er maar in, hoor. Staan we klaar voor? Zeker. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Ik was zo klaar, het duurde maar een uurke. Troep eruit, bank erin en een barse bier. Als mijn vrouw begint te zeuren, dan vlucht ik gauw naar hier. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Woman of allowed, nu heb ik een plek om naartoe te vluchten. Als ze te veel mout. Ik ben een moderne vent en dat valt soms niet mee. Ik sta vaak aan de afwas en koop erpelpuree. Doe cursus als barista met een knotje op mijn kop. Maar mijn koffie ligt op tafel met het schuim er bovenop. Ik voel me geen vent meer, mijn roesie ben ik kwijt. Dan ga ik naar mijn mancave, tijd voor mannelijkheid. Gaan we dan, allemaal! Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurken. Ik was ook klaar, het duurde maar een uurke. Troep eruit, bank erin en een bakje bier. Als mijn vrouw begint te zeuren, dan vlucht ik gauw naar hier. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Woman not allowed. Nu heb ik een plek om naartoe te vluchten. Als ze te veel mout. Ik ben een moderne vent. En ook rimpels, smeer ik zalf op mijn huid. Heb wel 20 broeken, meer scheuren op de knie. Maar onder een paillette shirt staat dat dan weer niet. Ik voel me geen event meer, mijn roots die ben ik kwijt. Dan ga ik naar mijn mancave, tijd voor mannelijkheid. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Ik was zo klaar, het duurde maar een uurke. Troep eruit, bank erin en een bakje bier. Als mijn vrouw begint te zeuren, dan vlucht ik gauw naar hier. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Woman not allowed. Nu heb ik een plek om naartoe te vluchten. Als ze te veel mout. Ik tref dan op de vloer en ik smijt wat met de deur. Ik drink bier als water, ik verspreid de mannengeur. Ik lees vieze boekjes, ik plak motors op de muur. Ik heb er echt geen spijt van en het is ook echt niet duur. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Ik was zo klaar, het duurde maar een uurke. Troep eruit, bank erin en een bakje bier. Als mijn vrouw begint te zeuren, dan vlucht ik gauw naar hier. Ik heb een mancave gebouwd in mijn schuurke. Woman not allowed. Nu heb ik een plek om naartoe te vluchten. Als ze te veel mout. Te veel mout, te veel mout, te veel mout. Zitten jullie dan heel veel in de mancave? Dagelijks, uren. En hebben jullie ieder een eigen mancave? Ja, natuurlijk. Ja?
En wat is het verschil tussen jullie mancave? Ja, de mijn is mooier. Ja? Geoutilleerder. Zo. Ja, er staan echte dingen waarover nagedacht is, waar ik me fijn in voel. En waar voel jij je dan fijn in? In een mancave. Ja, dat ook. Met een goede stoel. Ja. Muziek naast me. Baske bier erbij. Baske bier erbij natuurlijk. Ja. En misschien nog één, als ik in een gekke bui ben. Ja, dan heb ik het ver gehad. En moet je er dan ook heel veel in zitten? Als de vrouw aan het zeuren is? Nou, zegt hij veel? Ja, best wel. Of zit ze te kijken. Sorry, schat. Sorry, schat. Sorry. Ja, hey. En ja, de... hoe heet het? Jullie doen het nummer al heel veel zingen? Of, Ja, we zijn al vanaf de 11 van de 11e bezig met dit nummer te zingen overal. Oké. Okay. In de douche, in de auto zing ik het heel vaak. Ja, echt, in de man cave. Het houdt niet op. In de mancave. Ja. Ja, hard geoefend in de mancave. Ja, zeker. Ja? Dat is ook onze repetitieruimte nu, hè. Oké. Okay. Mancave slash repetitieruimte. Ja. Slash... En waar is dat schuurtje dan? Of is het geen schuurtje? Nou, bij mij staat achter in de tuin. Lekker makkelijk zo. Ook niet te ver te lopen. Hè? Nee, ideaal. Hè? Kunnen zo invluchten. Nee, want als dat rengert, dan hoeft het niet helemaal nat te worden. Dan ben ik gewoon... Huppatee, droogt de mancave in. Precies, ja. Zo is dat. Hé, hey, we gaan weer lekker aan tafel. Gezellig. Ja, het zit er weer op. Top. Ja, bij ons aan tafel is Prins Knillers. Even een vraag, hè. Carnaval is bijna op zijn einde voor dit jaar. Ja, dat klopt. Wat hebben jullie vandaag allemaal nog op het programma? Nou, vandaag hebben we natuurlijk vanavond... Oh, de lekker gaat. Hij wilde even zoeken welke het is. Ja, dat is, er begint hier iets. Die van Keijendom, denk ik. Ik wat gebeurt er nu? Oh, die. We hebben hem gevonden. Oh, dit is hem. Ja, niks aan het handje. Dat is eigen zendtijd. Dankjewel. Oké. Nee, dat is een grapje. Ja. Even vertel, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan vanmiddag, dan zijn er nog wat activiteiten georganiseerd door de horeca in het dorp, bij Driedorp en bij Bas. En ja, dan gaan we vanavond de lampionoptocht lopen met de kinderen. En ja, dan is inderdaad het einde gekomen. Dus dan gaan we eerst de jeugdraad weer deformeren. Het zit er alweer op. Als je ervoor staat, dan denk je van, joe, 5 dagen feest. Maar ja, het is ook weer zomaar voorbij. En dan aansluitend, dan worden wij ook weer gedeformeerd. Ja, en wat gaat er dan precies gebeuren? Hoe gaat dat... Oh, dat is een enorm protocol. Ja? Ja, dan de voorzitter van de App Royce, die doet dat. Hè, dit is een taak die is, ik zou het niet eens kunnen. Dus die gaat dan ieder raadslid oproepen en bedanken voor de bewezen diensten. En dan worden de steken weer ingenomen. Ja. En dan kunnen ze op verlof. Ja. Jeetje, maar dat moeten we er nu nog niet aan denken. Niet aan denken, het is hoor. Gewoon, nee. Het is gewoon nog lekker vol op carnaval. Ja. Hey, we hebben dit jaar aan jullie gevraagd om iets mee te nemen voor het uitwisselingsproject. Dat betekent dat Prins Knillers iets heeft voor de bananenblussers. De bananenblussers voor Prins Knillers. En jullie moeten daar een heel jaar lang op passen. En als jullie volgend jaar terugkomen, dan willen we filmpjes en video's zien. En natuurlijk wat je mee hebt gekregen terug in de studio zien. We gaan naar Wat zit er in de koffer? Ik dacht, ik zie het al op tafel liggen. Laten we beginnen met Prins Knillers. Met het mes op tafel. Ja. Met het mes op tafel. Nou, ik ben echt blij dat ik jou heb getroffen vandaag. Want ik weet gewoon dat met al jouw kennis van de natuur en van fruit en groente, dat dit geen enkel probleem gaat opleveren. Wij hebben namelijk de echte originele... Wat is er? Niks. Ik zit mij in te beelden hoe het eruit ziet over een jaar. Over een jaar. Ja, maar dat is dus het punt. Wij normale burgers weten niet wat we moeten doen. Maar als je gestudeerd hebt in de bananologie, dan weet je hoe je dit kan conserveren. Dus dat is geen enkel probleem. Ik hoop dat ik voor jou ook wel wat tips krijg straks trouwens. Maar dit is het dus. Dit is de, kijk, dit is ons boerke, hè? Onze originele erpelrooier. En dit is ook, volgens mij, jongens, is dit de eerste originele... Erpelriek, hè? Echt? Wow. Echt, ja, van 55 jaar geleden. Die, dat boerke, kijk, hij staat hier ook op. Hij is wel één tand kwijtgeraakt, zie ik. En die erpel, die horen erbij. Deze is een beetje in de vorm van een hartje. Dat hebben we voor jou gedaan. Ja. En ook een beetje om die punten natuurlijk te beschermen. Ja. Maar dit is hem. Zou het? Ja. Wel prachtig. Nou, ik zou zeggen, ik wist dat ik je er een plezier mee deed. Ja, ik zou zeggen, Prins Knillers, ga hem overhandigen aan het bananenblussersrijk. Papa, papa, papa. Zie
beetje van de horen mag, kan ook. Museum, het Ebbeloois Museum, goed. Ja? Fantastisch, dank je. Zorg er goed voor. Papa! 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 Nee, laat maar. Zeg, Prins Boot. Ja, 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 ja. Jij hebt ook wel moois meegenomen, ja, voor het uitwisselingsproject. Het is misschien geen verrassing, maar... Nee. Maar de plant bij me thuis is al maandenlang bezig om prachtige gele bananen te laten groeien. Ja. Ik heb ze vanochtend heb ik ze geplukt. Ik ben nog heel even mee in de douche gegaan. Alleen om het perfecte trosje bananen van het Banaanblussersrijk te overhandigen. Nou, ben je er klaar voor de overhandiging? Zeker, zeker, nou, zeker. Het is nog niet zomaar een tros, hè? Nee, nou, nee. Nee. Pst. Echt zonder schuld. Daar komt hij, daar komt hij. Oplet. Wacht. Nee, wacht. Ja, dat was weer te vroeg. Ja, het is leuk, maar... Ja, dat zal ik zeker zijn. Oké. Okay. Ja. En ik hoefde gewoon niks te zeggen. Wat fijn. Ja. Nou, Prins Knillens, ik wens je er veel plezier mee. Dit gaat geen enkel probleem opleveren. Hey, jullie hebben natuurlijk jeugd bij jullie in de vereniging zitten. Ja, ze zitten hiervoor, hè? Ja, dus we gaan even naar het vragenpraatje met Esther. Nou, hey, ik heb hem gevonden. Je mag even hier komen staan. Met wie heb ik hier het genoegen? Met Joey. En jij bent? Jeugdprins. Jeugdprins van? Erfrooisland. Hey, en wie heb je allemaal meegenomen? Kom maar even erbij. Een grote nar hier. Kom maar. Wie heb je allemaal meegenomen? Milan en de jeugdraadsleden. En een hele mooie? Miss. Wauw. En is er ook nog een politie? Ja. Wauw. Kom. Wat zeg je? Het is adjudant. Oh, adjudant. Oh ja, ik ben nieuw, hè. Ik ben nieuw. Nou, ja, Esther, het is dag 4. Heel veel te leren. En jij bent? Senna, de mis. Ja. Jullie hebben geen verkering? Nee. Oké, kom maar eens even bij mij staan. Wat ben je mooi. Yeah. Supermooi. Hey, hoe word je mis? Door goed te carnavallen, denk ik. Oh, ja. Ja, dat is wel belangrijk. Toch? Ja. En hoe word je prins? Ja, gewoon gezellig zijn en gewoon voor carnaval houden. Oké. Okay. Ja, en dat doe jij wel, denk ik, hè? Ja, zeker. En de adjudant, wat doet de adjudant? Een beetje alles regelen en zo. Oké. Nou, ik wil jullie echt onwijs bedanken. Is er nog iets wat je echt wil vertellen op de televisie? Nee, ik zie alleen maar Bambi-ogen. Hey, Mitch, ja. Komt er eens even gauw nog bij. Wat gaan we doen? Ja, we gaan afscheid nemen van onze tafelgasten. Prins Knillens, dankjewel. En natuurlijk Prins Boot. Hopelijk tot volgend jaar. Zometeen hebben we het kielergat. En het lesogenblik van de Baron. En we sluiten af met een muziek van de kapel. De Leuk Band. Tot straks. Yeah.